Superleuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma. Dit is alweer de 13e KFPS-vlag. En in de vorige vlag was ik bij Ingrid Braak op visite. Zij heeft ons laten zien wat zij doet aan de voorbereiding voor een IBOP-proef. In deze vlag vertelt de jury waar zij op letten. Veel kijkplezier. We zijn vandaag bij de IBOP in Wergeen. En naast mij staat Herman Smit. Herman, waar staat IBOP voor? Ja, IBOP betekent instelling bruikbaarheidsonderzoek voor paarden en ponies. Dat is de originele benaming van IBOP. Wij hebben geen ponies, dus wij korten het dan af voor bruikbaarheidsonderzoek voor paarden. We hebben inmiddels vanochtend meerdere combinaties voorbij zien komen. Zowel onder het zadel als voor de wagen aangespannen. Ze rijden wel dezelfde proef. Maakt dat verschil, zien jullie als jury verschil daartussen? Ja, nou die aanpassing van die proef is sinds dit jaar nieuw. Want wij hadden voor de dressuurproef een andere proef dan de menproef. Maar die bleek wat te lang te zijn. En toen hebben we gezegd, ja, wat is eigenlijk het grote verschil? Je bekijkt de paarden op dezelfde manier. Dus laten we eens proberen om die menproef of de dressuurproef hetzelfde te laten zijn dan de menproef. En dat blijkt gewoon heel goed uit te pakken. Dus een proef is ook maar een middel om datgene te zien wat je wilt zien. Hè. De proef is niet een doel. Het is het verschil met dressuurrijden. Daar is de proef en de inhoud daarvan ook wel van belang. Maar in dit geval, het gaat om de natuurlijke aanleg van een paard. Dat is wat we willen zien. En daar is een proef een middel voor om dat mogelijk te maken. Dan doet iedereen hetzelfde. Want als je is ook wel eens gesuggereerd, laat me lekker een vrije proef doen. Laat iedereen maar zijn ding doen. Maar ja, dan wordt het ook een beetje een wanhoop. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Maar het blijkt gewoon dat die proeven die kunnen heel goed hetzelfde zijn. Want de menproeven die beoordeel je eigenlijk op dezelfde manier dan de rijproef. Jullie beoordelen de stap en de draf, de galop. Ja. Jullie kijken ook naar de souplesse, ja. Onder andere. Waar let je als jury nou meer het meest op? He, want een paard komt de baan in, dan heb je een algemene indruk van de combinatie. En hoe ga je dan als volgt te werk? Ja, kijk. De basis hoort te zijn dat een paard loopt met 3 correcte basisgangen. Dat is punt 1. Dat is het bij de dressuur zo. Dat is bij het sureren, dat is bij het keuren in het veld zo. Het gaat om de taktzuiverheid van de gangen. Dus de stap die hoort 4 takt te zijn. De draf hoort 2 takt en de galop hoort zuiver 3 takt te zijn. Dat is de basis van alles. Een paard kan nog zo spectaculair lopen. Maar als ze niet zuiver in de beweging gaan, dan heb je daar niks aan. Wij proberen een totale indruk te krijgen. Ja, wat weet je als ze binnenkomen? Weet je nog niks? Dan zie je alleen de houding, je ziet de manier waarop ze binnenkomen. Nou, en dat de indrukken die je dan krijgt van zo'n paard, die bouw je zo op in de loop van de test. En je praat dan met elkaar over, god, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat wel heel mooi. Heb je dat wel gezien? Zo smoes je als het ware zo met z'n beiden naar een totale indruk toe. En aan het eind van de rit dan ga je even het rijtje bij langs. En dan ga je even analyseren, cijfers voor de stap, draf, galop. Die hebt houding en balans. En dat is een beetje een combi van zelfhouding. Maar ook hoe gaan ze met hun eigen lichaam om. Dan heb je souplesse, het lichaamsgebruik met name. De losheid van de bewegingen. Dan heb je het schakelen. En dat is zeker een hele belangrijke factor. Hè? Want hoe maken ze hun overgangen? Doen ze dat van achteruit of doen ze dat niet van achteruit? De verruimingen en dergelijke. En dan heb je het impuls. Ja, impuls is een beetje een breed begrip. Dat is hoe werkt een paard mee? In hoe reageert hij op de hulpen van de ruiter? En hoe werkt hij mee? En kan hij het werk allemaal aan en dergelijke. Er zit ook een beetje indirect een klein stukje karakter in opgesloten en dergelijke. Maar ja, je moet het beestje een naam geven. Zo proberen we zo tijdens zo'n proef al die indrukken bij elkaar te krijgen. En waar het uiteindelijk om gaat, is de natuurlijke aanleg. Want we hebben het over
fokkerij. We hebben het niet over sportaanleg. Want dan denk je wel eens aan van hoe zou ik dat of dat nog kunnen verbeteren. Maar daar heb je met fokkerij heb je niet zoveel aan. Je fokt met de basis, de natuurlijke kwaliteiten van een paard. En niet wat een ruiter of een Amazone eraan kan verbeteren. Daar heb je dus voor de fokkerij niet zoveel aan. Of eigenlijk niks. Dus dat is wel eens een misvatting die men maakt. Zeker de beginners. We hebben al heel veel ervaren ruiters. Die weten dat al. Maar de beginners die denken, nou, als ik nou heel mooi dressuurproefje rijd, dan krijg ik vast een hoge score. En ik win altijd in de B of in de L, win ik het altijd met 60%. Ja, als je 60% hebt, dan heb je nog maar 66 punten bij een IBOP. Dus daar kom je nog niet ver mee natuurlijk. Daar wordt anders naar gekeken dan een dressuurproef. Ja, vanochtend waren er veel trainingstallen voornamelijk en Amazones die paarden voorbrengen. Maar stel, ik doe dat niet, maar zou ik wel mijn eigen paard kunnen opgeven voor de IBOP en hem zelf kunnen voorstellen? Zeker. Zeker. In principe wel. Als je dus weet wat je doelstellingen zijn en je kunt dat overbrengen op je paard. Als jij een goede LM Amazone bent die zelf netjes in balans zit, die zelf netjes een paard in verbinding kan rijden en die correcte overgangen kan rijden, die een paard los aan de voorkant kan houden, gehoorzaam, netjes in verbinding kan rijden. Ja, dan kun jij een IBOP-proef rijden in principe. Nou, heel erg bedankt dat u mij te woord wilde staan. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En tot de volgende keer.